Welkom in Ouddorp vandaag. We zijn een beetje laat. Het is nog ongeveer een half uurtje tot zonsondergang. En we gaan het wel zien. Het is prachtig weer. Er hangt een mooie hoge bewolking. Maar er hangt ook een flinke bank wolken voor de horizon, op de horizon. Dus of dat de zon de mooie wolk gaat belichten, we gaan het zien. Het is minder laagtij dan ik had verwacht. Ik dacht dat het wat lager zou zijn, het water, waardoor er op het zand niet zoveel is. Maar gelukkig hebben we hier een vuurtoren. Laten we daar eens een foto van gaan maken. Terwijl de zon lekker van achter schijnt. Heerlijk, heerlijk herfstdagje vanavond. Heerlijk, heerlijk. Laten we gaan. Het is altijd een lastige compositie dit, vind ik. De vuurtoren is niet zo heel groot. Dus het is altijd een beetje zoeken hoe kan ik die vuurtoren nou echt mijn onderwerp laten zijn in de foto. Want vaak heb je, waar ik tegen aanloop, laat ik het zo zeggen. Waar ik tegen aanloop bij het maken van foto's, ook als ik mensen een workshop geef en die zoeken naar compositie. Dan is vaak hetgene wat het object is in de foto, het onderwerp van de foto, is vaak maar een heel klein deel van die foto. Terwijl het grootste moet zijn, het moet het meeste van belang zijn. Het hoeft niet het grootste, maar het moet duidelijk zijn. In dit geval, als ik hier gefotografeerd ziet, in dit framepje de vuurtoren, is best wel heel klein. Maar goed, het gaat nu om mij en niet, even niet om de vuurtoren. Maar als ik op diezelfde manier een foto maak, dan is het niet duidelijk waar je ogen naartoe moet gaan leiden in die foto. Wat wil ik dat de kijker ziet? Ik wil dat hij die vuurtoren ziet. Dus we zoeken een lensafstand, een brandpuntsafstand, zoals het heet, waarbij die vuurtoren groot genoeg wordt en de rest net even ondergeschikt is aan die vuurtoren, maar wel helpt die foto te maken, als dat duidelijk is. Goed, we gaan op zoek naar de compositie. Misschien, weet je wat, dit is typisch zoiets dat ik moet laten zien. Ik ga even een foto maken op zo'n 35 mm van de vuurtoren. Daarna probeer ik exact dezelfde foto te maken of een redelijk gelijkwaardige foto met de 50 mm en dan zie je het verschil. Dus laten we eerst even nog teruggaan naar die 35 mm en dan hebben we het er eventjes over. Oké, we zitten nu op 35 met 35 mm lens. Zit ik op 20 mm, lekker wijd. We krijgen dus heel veel omgeving, zelfs een stukje van het statief waar jullie op staan. Maar het duurt er voor nu even niet toe, het gaat meer om het idee. Misschien kan ik hem zo net een beetje afhalen. Zo. Dus we hebben hier heel veel omgeving op de foto. Ik zit op F4. Dus ik wil dat die vuurtoren scherp is, maar de voorkant net eventjes wat minder. Oké, dus dit is hem op F4, 20 mm. In dit geval is vuurtoren echt een heel klein onderdeel van deze foto. Als ik naar 35 mm toe ga, begint dat al wat meer te worden. Maar blijft het een onderdeel in het landschap. Wat natuurlijk ook de bedoeling kan zijn van de foto. Het is altijd maar net wat je wil bereiken met je foto. Wil je echt die vuurtoren in zijn omgeving laten zien? Of wil je echt alleen die vuurtoren laten zien? Het is een verschil. Oké, dit was op 35 mm. Als we nou nog iets verder inzoomen, waar ik een andere lens voor nodig heb, mijn 50 mm lens. Daar is die. Zo. En dan gaan we ongeveer dezelfde compositie proberen te maken. Ik moet even deze kapje eraf halen. Alleen dan nu op 50 mm. Even kijken. Dan zit ongeveer de foto op 50 mm. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik denk ik de foto in het midden op 35 mm in dit geval nog wel het beste vind.
Wacht eventjes. Dit is gewoon niet een heel goede compositie, zo ook. Ik mis nu heel erg de voorgrond. Wat leuk was aan die 35 mm foto, is dat je heel erg het landschap eromheen ook zag. Maar nu ben ik eigenlijk al het landschap kwijt. Ik mis ook dat riet in de voorgrond. Dus dat gaan we even terugbrengen. Nou, ben ik veel te laag of niet? Dat valt wel mee. Zo, en dat wordt nu al wel beter. Doordat ik laag ben gegaan, heb ik nu een beetje van dat riet in de voorgrond. Wat een beetje afleidend is qua kleuren en zo. Maar het begint al wel meer over die vuurtoren te gaan, deze foto. Laten we dat nog één keer doen. Nog iets verder ingezoomd. Naar 70 mm. Oké, we kunnen nog verder inzoomen. Weer een andere lens. Dus ik krijg wel eens de vraag, waarom heb je niet gewoon één lens die... Die veel meer, die zeg maar 17 tot 300 doet of zo. Nou, een moment. Zal ik het je vertellen. Het nadeel namelijk van zo'n lens met een heel groot bereik is dat ze minder scherp zijn. Je ziet al het verschil met een prime lens, zoals deze 50 mm van vaste brandpuntsafstand. Die is zo ontzettend veel scherper dan een lens met een redelijk zoombereik. En hoe meer zoombereik het is, hoe moeilijker het is om al die lenzen in je lens, hè, al die glazen lenzen, om die zo goed te maken dat die scherpte behouden blijft. Je verliest gewoon wat scherpte en hoe groter het bereik is van je lens, hoe minder scherp je lens wordt. Dus ik wil het liefst een lens hebben met een oké bereik, maar ook nog de hoeveelheid scherpte. En ik denk dat met deze lenzen ik dat wel heb. Kijk, als je echt scherpe foto's wil, schiet je alleen maar op prime lenzen, alleen maar op vaste brandpunten als het lenzen. Maar dan moet je er gelijk ook 5 meenemen. En dat vind ik het niet waard. Het is een keuze tussen gewicht, hoeveel ik mee moet nemen en scherpte. Vliegt erover. Gewoon een vliegtuig, ja. Oké, we waren op 70 mm uitgekomen. Waar is die gebleven? Dan raak ik nu nog iets meer van mijn voorgrond kwijt. Omdat ik wat verder weg fotografeer. Ik fotografeer, ja, hoe zeg je dat goed? Dat is een goede vraag. Met de 30 mm, 35 mm neem ik echt dit hele gedeelte mee. Met 50 mm wordt het zo, 70 wordt het zo. Maar dat gaat ook naar beneden toe. Dus alles wat er dicht voor mijn neus staat in de voorgrond, ja, dat raak ik kwijt met 70 mm. Ik zie alles pas van een meter voor me uit ongeveer. Misschien dat ik het zo het beste uit kan leggen. Nou, ik hoop dat dat duidelijk was. Ik ga in ieder geval dus verder naar beneden. En nou wordt dit de versie 70 mm. En nou gaat die foto echt al meer om die... Is het meer die vuurtoren. Het gaat toch minder om het landschap eromheen. Maar meer om die vuurtoren. En zo kan je met brandpuntsafstand bepalen waar je kijker kijkt. Of wat er belangrijk is in je foto. Wil je het landschap fotograferen? Ga je misschien heel wijd. Maar wil je juist meer een detail uit het landschap? Wil je wat meer inzoomen. Dus bedenk je voordat je een foto gaat nemen, waar gaat die foto over en wat ga je fotograferen? Dus wat moet er duidelijk zijn? Nou, dit was nog geen mooie foto of zo van de vuurtoren. Het is een oké foto. Maar de lucht en het licht is er nog niet. Dus we gaan nog even op zoek naar echt een betere compositie. Maar dit was het kleine lesje van vandaag. En... Toen raakten we het licht kwijt. De zon duikt achter een gigantische wolkenbank. Het was een beetje de vraag met weerberichten wat het zou worden vandaag. Maar dit was een optie dat er een te dichte wolkenbank zou hangen. Waardoor we geen echt mooie zonsondergang krijgen. Waarschijnlijk. Het is nog niet voorbij. Er is veel hoge bewolking. Dit in de verte is geloof ik redelijk lage bewolking. Dus de zon kan nog altijd over die bewolking heen komen. En de bovenste lage bewolking mooi een kleurtje geven. Daar hopen we nog maar op. Ondertussen... Ja, gaan we wachten, denk ik. Er is niet zoveel anders te doen. Zoeken naar compositie en hopen op licht aan de randkant. Ik kan nu wel zoeken naar compositie. Maar pas als het licht goed wordt, weet je pas echt waar die goede compositie zit. Aan de andere kant, zoals we laatst Oostvoorne hebben gezien, is het wel nuttig om van tevoren een beetje te zoeken. Dus, gewoon zoeken, Peter. Ga zoeken naar een compositie, zodat je klaar zit als het licht nog mooi wordt. Fingers crossed, people. Kijken wat we gaan krijgen.
de zon ondergaat. Het is tijd voor een nieuwe compositie. En die heb ik gevonden omdat ik heb hier een rijtje met duinen in de voorgrond. En die vond ik heel interessant. En die wil ik laten zien in een omgeving met een mooie lucht erbij. En ja, ik hou gewoon van dit soort foto's met een beetje voorgrond en heel veel open lucht erop. Dus ik zit op zo'n 30 mm. Waardoor ik lekker veel lucht erbij krijg. De wolken moeten nog net iets meer kleur krijgen. Er zit wel iets in. En wat ik ook altijd doe is dat ik even naar de horizon kijk tegenover de zon. Dat geeft een beetje indicatie of dat er wat kleur gaat komen. En het ziet er naar uit dat er mogelijkheid is voor wat extra kleur in de lucht. Nou, ik heb in ieder geval dus deze compositie. Waarbij ik op F4 zit. Zodat de het riet in de voorgrond, het helmgras in de voorgrond, uit focus is. Maar ja, de duintjes erachter die ik mooi vind, dat die scherp zijn. We beginnen een mooie gelige oranje gloed te krijgen. En het is ook wel prettig nu dat de licht niet super fel is. Dus ik heb geen graduele filter nodig. Maar ik kan gewoon in één belichting fotograferen. Het is niet echt geweldig. Misschien toch nog net iets hoger. Het helmgras zit nu net een beetje voor wat stukken riet en duin erachter. Wat ik wat rommelig vind. En er gebeurt net even te weinig boven in beeld om zoveel lucht erop te hebben. Als je zoveel lucht hebt, moet die lucht ook interessant zijn. En nu is die lucht gewoon net even een beetje leeg. Precies daar zo. Goed, dat is heel jammer. Maar daar ga ik niks aan veranderen. Anders dan te wachten en te hopen dat er toch nog iets komt. Voor nu is dit mijn belichting, denk ik. Goed, ik ga hier nog even een foto van proberen te maken. Mocht het lukken, mocht de lucht mooi zijn geworden, krijgen jullie bij deze het resultaat te zien van deze foto. Mooi licht. Mooie licht is gekomen. Of mooie kleuren zijn er nu eventjes. We zijn licht gebleven. Oh. Het is tijd voor de chaotische momenten van deze vlog. Die vuurtoren zal me, je weet wel, roesten. Ik heb hier voor me nu een compositie met een klein beetje voorgrond weer en veel lucht erbij. En het gras wordt net mooi belicht vanaf de zijkant door de ondergaande zon. Oh. Waardoor een mooi contrast ontstaat in de voorgrond tussen de gele stukken riet en de wat donkere stukken van het helmgras ertussenin. En dan met zo'n prachtige roze lucht erboven. Vind ik wel aardig. Ik ben niet helemaal. Liever wil ik hier ergens fotograferen, maar dat wordt hem niet. Ja, hier is hij het best. Nou, dan moet je wel een heel groot statief hebben. Die haat ik niet. Misschien iets meer zo dichtbij. Ik zit ook op 1/8 van een seconde. Ja, ik kan hem nog wel naar hier zo 800 brengen. Waar zit ik dan op? Kan ik hem terugbrengen naar 1/50. Nou, dat moet nog wel lukken, denk ik. Met stabilisatie aan. Oh, er ligt precies mijn tas ook in beeld achterin. Dat is een beetje jammer. Laten we het even zo doen. Even kijken. Zoiets. Even gauw mijn tas weghalen. Voor nog een snelle compositie hier zo, voordat de lucht al bijna verdwenen is. Wat eigenlijk al wel het geval is. Fotografeer nog een keer die kant op. Daar is de lucht al het mooist.
In dit geval is de lucht een belangrijk deel van het onderwerp. En loopt hij een klein stukje van het pad door het beeld. Maar het is voornamelijk weer dat contrast in dat riet, in dat helmgras wat ik interessant vind. Dus dat probeer ik op te krijgen, zo ongeveer een derde van de foto. Bijna de helft eigenlijk. En dan de lucht erboven. Dus, en aangezien ik dat helmgras eigenlijk zo mooi vind, is het misschien wel goed om daar meer aandacht te schenken in mijn foto. Dus door iets wijder te gaan en iets naar beneden te richten. Dus het helmgras nu ongeveer twee derde van mijn foto. Altijd zo moeilijk te zien zo achter op je camera. Dus maak gewoon verschillende foto's. En thuis achter de computer kun je er altijd nog de beste van uitkiezen. Misschien in deze richting. Wauw. Het licht is, de kleur is super kort, alweer verdwenen. Dus kunnen zo weer naar huis toe. Ik ben dus mijn graduele filter kwijt. Of in ieder geval de houder ervan. Dus ik moet het even doen nu met een HDR belichting. Eén belichting voor de lucht die iets donkerder is. En een belichting voor de voorgrond die iets lichter is. En dan ben ik heel benieuwd of dat een van deze laatste drie foto's nog wat is geworden. Dat was hem alweer voor vandaag. De zon gaat zo vroeg onder tegenwoordig. Dat ik echt het gevoel heb dat we net zijn begonnen. En ik was natuurlijk ook best wel laat vanavond. Ik was best wel laat. Ik was maar een half uurtje voor zonsondergang of zo. Dus ik had ook niet heel veel tijd om iets te maken en te fotograferen. Maar hopelijk zijn die laatste foto's toch nog wel wat geworden. En voor morgenochtend geven ze heel veel mist op. Dus morgenochtend ga ik er op tijd uit. Tijd om ergens gaan fotograferen. En waar dat is, zie jullie volgende week in een nieuwe vlog. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd of gesubscribed? Weet je hoe dat moet? Voor jou één klikje. En voor mij helpt het ontzettend. Dus doe dat alsjeblieft. Een likeje erbij. Zou nog beter zijn. Ja, en dat is hem. Hartelijk bedankt voor het kijken. Volgende week in de mist. Ik heb nog niet helemaal besloten waar. Zie ik vanavond wel. Bedankt. Aju.